Vandaag nemen we u mee naar het dorp Detjum. Het dorp telt ongeveer 100 inwoners en vormt samen met Kerkwerd een kerkelijke gemeenschap. De kerk, die dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, is reeds van verre te zien vanwege de slanke torenspits. Ook het hekwerk rondom de kerk dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kerk nodig aan een forse restauratie toe is. En dat komt vanwege het feit dat de toren achterover helt, waardoor er scheuren in de muren zijn ontstaan. In de kerk zelf treffen we een orgel aan dat in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd is door Lambertus van Dam en Zonen uit Leeuwarden. Het is een tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal. Bijzonder opvallend is de fraaie preekstoel. Op het front zien we een tweetal paradijsachtige vogels, omgeven door beeldenissen van verschillende bloemen. Niet onvermeld mag worden het smeedijzeren uurwerk, dat dateert uit 1625 en functioneert nog steeds. Het moet wel elke dag worden opgewonden, waardoor de Detjumers goed bij de tijd blijven. We gaan het van de kerk zien, uiteraard van het dorp, en dat alles wordt muzikaal omlijst door onze vaste organist Gerk Venema.